De samenleving zal getuige zijn van de ontwikkeling van vele woningbouwprojecten. Volgens minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zullen een aantal woningbouw- en verkavelingsprojecten beginnen te lopen. Na het start zijn van het landelijk woningbouwprogramma fase 1 op vrijdag 25 augustus te Rheberg, was het vandaag de beurt aan de omgeving Pipripinweg in Wanica. Minister Noor Mohammed gaf de garantie dat deze projecten niet bedoeld zijn om politiek te scoren op weg naar de verkiezingen. Echter zijn alle structuren geregeld om aan de slag te gaan. Elk jaar kiezen we 5, 6, 10 projecten step by step. En dan gaan de mensen oproepen. De mensen die beschikking hadden gehad, maak contact met het landelijk bouwprogramma of OE, zodat we verder begeleiden. Niemand komt aan uw perceel, niemand komt aan uw grond, want er gaat straks een bord worden omhuld, dus het gebied is beschermd. De papieren moeten in orde worden gemaakt. En voor zij die niet kunnen bouwen, voor zij die niet meer te vinden zijn, ja, dan gaan we de jongeren de kans geven. Leeg perceel intrekken. Uit die 70.000 mensen, dan komen de volgende mensen aan bod. Kunnen ze morgen beginnen te bouwen. Zo gaat het probleem van woningnood step by step worden aangepakt. Dus ik doe een beroep. Kijkt u welke collega's allemaal hier grond hebben. Laat ze zich aanmelden. Want we gaan u verder begeleiden in het proces van bouwen. Noor Mohammed zegt verder dat de regering haar belofte nakomt. Langzaam maar zeker komt een ieder met een stuk grond aan bod om een huis te bouwen of in aanmerking te komen voor de ondersteuning vanuit de regering om dat te doen. President Chandrika Prasad Santokhi geeft aan zelf te weten hoe groot de behoefte bij de samenleving is voor een plek op te bouwen. De minister heeft opdracht gehad om een staatsbesluit te presenteren aanstaande woensdag in de regeringsraad. En ik hoop dat het één keer goed is. Maar laten we nog een weekje erbij zetten voor advies van de staatsraad. Dan hebben we binnen 2 à 3 weken een staatsbesluit waar de president alle personen die een stukje grondhuur hebben met een verzoek de grond kan omzetten naar eigendom. Die waarde stijgt direct. Je hypotheek stijgt direct. Dat wordt ook opgelost. De president zegt de afgelopen weken te hebben gesproken met deskundigen die advies gaven ten aanzien van grondkwesties.